Hoi meiden, ik ga jullie vandaag meenemen. Ik heb zo direct een Babyliss event en daar wordt mijn haar gedaan. En het leek me wel leuk om dat te gaan filmen. Dus vandaag ga ik gewoon eventjes vloggen. En jullie alles laten zien wat er allemaal gaat gebeuren bij dat event waar ik zo direct naartoe ga. Ik zit nu in de auto. Het is echt super heet buiten. De zon schijnt volop. Het is echt heerlijk weer. Maar ik ga er gewoon nu naartoe rijden. En dan ga ik jullie straks alles laten zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe mijn haar straks gedaan gaat worden, kijk dan vooral mee. I like being independent, not so much investment. No one to tell me to do. I like being myself. Nee, gewoon een beetje messen. Het hangt een beetje van de dikte van je haar en de natuurlijke beweging van je haar. Hoe groot de pluk zijn. En dan meer in de hoeveel duwt, zeg maar. Ja. Dat je haar natuurlijk al gestyled dan is. Is het natuurlijk al van structuur veranderd. Ja. Dus daardoor zou het ook ietsje lastiger zijn om echt een krul erin te duwen. Met je natuurlijke haar makkelijker gedaan. Maar daar gelijk ook een heel klein beetje lang. Oh ja. Als je er poeder bij doet, het is helemaal stuk en bol. Een beetje achterover hangen. Vind je het leuk zo, jaar? Super mooi. Alsof je gewoon even in het water bent geweest. Ja, alsof je van jezelf zo'n beweging hebt. Slag. Ja. Heel mooi. De bovenkant hier alleen al een beetje wegdraait. Ik heb alweer een ander gevoel. Ja. Heel mooi. Speelt erin zo. Ja. Je boog. Ja. Heel mooi. Thuis ook van. Ja, hè? Echt heel mooi. Alsjeblieft. Het is toch heel leuk cool. Zo, hè? Het gewoon net even echt heel rauw over alles van het zijn. Ja, ja. Maar wel iets meer overal andere gevoel in je haar. Punten wat eruit gehouden. Ook met de stelt en gedaan. Nee, dit met een ander soort krul dan. Oh ja. Grappig. Echt. Ik wou dat ik het zelf echt zo voor iedere dag. Elke dag. Ik ben weer terug in Lelystad en ik ga nu snel trainen. Want mijn vrienden zitten op mij te wachten. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Ja, met krant zie je tegenwoordig ook heel veel dingen die gemaakt worden. En deze vond ik persoonlijk wel heel schattig eruit zien. En natuurlijk in het donker.